Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Zien jullie deze doos? Ziet er niet uit alsof er loombandjes in zitten? Maar ja, die zitten er niet in, want hier zit kneedbaar zand in. Dit is Magic Sand van Craze en volgens mij is het heel lang geleden dat we jullie kleizand hebben laten zien. En daarom hebben we vandaag ook een megabox laten komen met 1 kilo inhoud. En dit speelgoed is genomineerd voor de top 10 speelgoed 2015. Nou, dat klinkt goed. En we zien hier volgens mij kneedzand in geel en oranje. En er zitten ook nog wat vormpjes bij, dat kunnen we gelijk eens even bekijken. En hierachter zitten nog een paar tips hoe je de speelbox gebruiken kunt. Er zijn ook nog verdere producten van deze maker. De maker is Craze en die komt uit Duitsland. En dit speelgoed is niet bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar. En nu zou ik zeggen, we pakken het dingetje eventjes uit. De doos is open en het is geen oranje klei, maar rode klei. 500 gram is het. Het ziet er een beetje uit als Moonsand van Shape It. Het voelt ook wel een beetje zo. Alleen dan misschien nog zachter, misschien meer zoals Superzand van Goliath. En dan hebben we nog geel kleizand. En dat hebben we nog helemaal niet gehad. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel leuk dat we eens een keertje geel van de kneedzand hebben. Dit hadden we dan in deze doos. En die zet ik erachter. Dan heb ik hier al die vormpjes nog. En hier kunnen we dan ook verschillende poppetjes mee maken. Er zit een cowboyhoed bij. En hier hebben we verschillende vormpjes. Van bijvoorbeeld een schildpad en een dolfijn. En nog veel meer. Maar ons interesseert vooral de klei. We gaan als eerste deze kleur bekijken, de gele, want die kleur hebben we nog helemaal niet gehad als kleizand. En die kan volgens mij dan... Nou ja, nee, ik doe het eerst wel even op de tafel. Misschien doe ik het daarna nog wel in die doos. Eerst maak ik het eens even open. Ik ben erg benieuwd. Het ruikt een beetje gek. En we pakken het eens even uit, hier op de tafel. En het voelt echt zacht aan. Maar ook weer niet zo zacht als het Superzand. Het is een beetje een mix tussen Moonsand en Supersand. Dit Magic Sand van Craze. Maar het is in ieder geval te modelleren. Je ziet het hier al, je kunt er verschillende vormpjes mee maken. We gebruiken ook eens even een vormpje ervoor dan. Bijvoorbeeld deze dolfijn. Of wacht, nee, we doen het even wat anders. We pakken eerst het zand zelf en dan doen we het daarin. Vaak gaat dat beter bij kleizand. En dan schud je hem uit het vormpje. En we zien hier een dolfijn. Dus je kunt hem in ieder geval heel goed vervormen. Het ruikt een beetje gek, moet ik zeggen. Een beetje naar kaas bijna. Maar ook weer niet heel erg. Maar ook hier, het gele kleizand is in ieder geval goed te modelleren. Echt wel. Eens even kijken of die zo uit elkaar kan stromen. Maar dat doet hij niet. Het is eerder zoals Moonsand. Die Supersand die loopt dan een beetje zo uit elkaar. Maar deze doet dat niet. Die blijft een vast vormpje. Ja, het blijft zo'n vaste massa. Maar ook wel super kleizand is het in ieder geval. Het is ook echt goed om te kleien. En wat ik heel leuk vind bij kleizand is dat je er altijd heel veel van krijgt. Bij normale klei krijg je altijd heel weinig. En bij dit en bij slijm bijvoorbeeld ook krijg je natuurlijk heel veel. 2 keer 500 gram, 1 kilo dus. Oké, dat is dan de gele. Dan maken we even plaats zodat die twee niet door elkaar gaan. Dus dit schrijven we even opzij. Hier hebben we dan geel. De kleur is in ieder geval heel cool. Oké, dan gaan we over naar de rode. Misschien voelt die rode een beetje anders aan. Ik ga hem eens even openmaken. En dan... Hij ruikt precies zoals die andere. En hij voelt ook precies zo aan. Dus ja, zo'n mix tussen Moonsand en Supersand. En natuurlijk kunnen we ook wel een vergelijking maken met de andere kleizandproducten.
Laat dan maar een reactie achter of je dat wil zien. Dan gaan we dat misschien wel doen. De kleur hier is ook wel heel mooi. En als je het wil kneden, dan... Ja, nee, het lijkt trouwens ook wel een beetje op roze. Maar in ieder geval, het is een hele coole kleur weer. Net zoals die andere. En we kunnen nu wel eens even vergelijken. Dan pakken we die gele er even bij. Echt cool. Oké. Ik geloof dat we nog eens even een vormpje gaan pakken. Even een wat grotere. Zoals al zei, we willen deze niet mixen. Dus we willen één kleur behouden. Nu pakken we een beetje klei. Van het kleizand doen we een beetje in de vorm. Het gaat vaak een beetje lastig met vormpjes met dit soort kleizand. Het wordt vaak een beetje te vast als je het samen drukt en dan kun je het niet zo goed meer vervormen. Maar we gaan eens even testen hoe het gaat. Het gaat heel moeilijk uit het vormpje, dat lukt niet echt. Dus misschien is het eerder bedoeld... Wacht even. Misschien is het beter om het erop te drukken. Maar nee, dat gaat ook best moeilijk. Ik denk dat we het even anders gaan doen. Even een beetje kneden. En dan pakken we het nog een keertje, stoppen we het daarin. Dit is dus een soort, supersand, moonsand, kinetisand. Het is een beetje moeilijk om dat te vervormen met dit soort vormpjes. Jullie kunnen ook wel laten weten in de reacties hoe het anders kan, als het makkelijker kan. Ik zou het graag willen weten. Ik schud het er nu eens even uit. Ja, en daar komt hij eruit. En zo ziet het er dan uit. De kleur is natuurlijk wel heel mooi. Dus met die kleuren, dat is wel een groot pluspunt van het kleizand. En het is er ook nog in verschillende kleuren, staat er op de verpakking. Zo ziet het eruit. Het is best wel goed gelukt. Je ziet ook best wel veel details. En we proberen nu hetzelfde even met die gele. Het is natuurlijk wel heel erg geschikt om het gewoon met je hand te vervormen. Misschien is het niet zo goed als andere kleizand, maar het is zeker in orde. Dan doen we het zo. Ook hier ziet het er wel oké uit. Deze is best wel vast geworden, maar deze helemaal niet. Dus ik zou dan toch concluderen, het valt een beetje op. Die rode klei, dat is een wat meer vaste massa. En die blijft ook echt heel erg in hetzelfde figuurtje. En die gele lijkt een beetje zachter te zijn. Maar in ieder geval is het wel een super product, dit kneedbare zand van Craze, het Magic Sand. De megabox met 1 kilo kleizand. Dat is in ieder geval heel goed en het is dus ook goed te vervormen. Ja, best wel goed, vind ik dus. En wat vinden jullie ervan? Een duimpje omhoog zou ik heel leuk vinden voor mijn video. En ik zou zeggen, ik ga hier nog een beetje mee verder. Want het is heel leuk. Ik ga nu afscheid nemen van jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit nieuwe kneedbare zand van Craze Magic Sand. In de kleuren rood en geel. En zoals ik al zei, er zijn nog andere filmen. Misschien willen jullie ook nog andere kleuren zien. Laat het ons weten. Tot de volgende keer.